Ja, dan moet je wel even naar de dokter een SOA-testje doen. Nou, dat heb ik dus onlangs gedaan. 2 tabletjes en ik kan weer door. Is die van jou ook zo? Nee, maar daar doe ik ook niet aan. Dus laat het maar zo houden. Is niet nodig. Je bent nog geen maagd. Nee, maar die SOA-test is niet nodig. Oké. Ja, daar is hij dan. De grote man van dit Groningen. En sinds hij aanvoerder is Groningen met 2 vingers in de neus van de laatste plek afgehaald. Mike de Wierik, hi. Ja, goedemiddag. Nou, grote man, laat maar weg. Maar, ja, het is wel zo. Sinds jij de aanvoerder bent, ging het beter. Ja, ik denk dat dat niet alleen door mij komt, maar dat komt dat we beter zijn gaan voetballen. Dus het werd ook tijd, maar gelukkig gaat het beter lastig. En we mogen vandaag met jou mee op pad. Ja, gezellig. Dus we gooien vandaag even al die mediatraining aan de kant. Ja. En dat politieke correct gelul omdat je aanvoerder bent. En gewoon 2 Twentse jonge mannen onder elkaar. Ik kan lekker in mijn eigen taaltje praten. Of accentje, hè? Precies, precies. Ja, dat is, mooi, mooi. Welke dikke auto is van jou? Welke dikke auto? Nou, lopen we, dan moet je even meelopen. Er zijn genoeg dikke auto's hier, toch? Ja, precies. Dat FC Groningen, dat doet het toch betaald netjes? Ja, er is niks mis mee. Nu snap ik eindelijk waarom je bij Raakles bent weggegaan. Is dat zo? Dit is hem. Ja, dit is hem, ja. Hij moet even door de was staan eigenlijk, maar het had gevroren vannacht, dus ik had geen tijd gisteren. Keurig, keurig. Keurig, hè? Is lang rijden nou juist? Nee, 5 minuutjes. Perfect, laten we gaan. Top. Zo Mike, een nieuwbouwweekje. Ja, het is nog niet zo oud. Dus, Maar met toch een provinciaal landschap voor je. Is dat een bewuste keuze geweest? Een beetje een Hengelveld is uitzicht, denk ik. Dus vrienden van mij zeiden al, net alsof je thuis bent. Ja, wat zat het er ook achter dan? Dat je dacht, hè, kom uit zo'n boerendorp uit Twente. Ik wil een beetje dat in Groningen nabootsen. Ja, dat was wel een idee. Zeg maar. Ik woon niet meer in de stad wonen. Kom erin. Nou, dit valt reuze mee. Rustig, rustig. Mensen doen niks. Nee, mensen doen niks. Ja, ik niet voor camera. Is dat dan ook als je dan is dat dan ook zo als je dan alleen woont dat je dan met de hond begint te praten en zo? Ja, ik zei toen in het begin, want ik zeg de muren praten niet terug, maar de hond ook niet natuurlijk. Ga je met dieren praten? Maar het is wel anders, ja. Het is wel even, hè? Of niet? In ieder geval, is er in ieder geval iemand blij dat ik thuis kom. Wat ruik ik hier eigenlijk? Het is zo'n hele zo'n aromageur hier. Ik denk dat het een geurpotje is of zo. Het is een beetje lavendel. Ja, ruik maar eens. Ik wil een beetje denken aan Baudet. Dat is ook helemaal van de lavendel, hè? Wie? Thierry Baudet. Ken ik niet. Je weet wel die Thierry Baudet is? Nee. Politiek? Ik hou niet van politiek. Die doet toch wat zelf willen. Ja, wij in provincies zijn allemaal van Wilders, hè? Geert, ja. Nee, maar. En nu woon je hier helemaal alleen. Geen vriendinnetje, niks. Nee. Nog helemaal vrijgezel. En zal we er. Ja, ik wist het toevallig al, hè. Ja, is niet eerlijk, hè. Nee, ik woon hier inderdaad alleen. Maar je bent verliefd? Nee, het gaat de goede kant op, dus dat is goed. Dus dat is leuk. Ja, want ik heb nou ook ongeveer net een nieuwe vriendin. Spannende tijd. Ja, dat klopt. Maar ook echt verliefd, hè, vlinders? Ja, natuurlijk. Hoe gaat dat, hè? Nee, ik weet niet of dat verliefd op vlinders heb, maar... Je weet nog niet of je verliefd bent. Maar ze komt uit het dorp, ze komt uit Twente. Gewoon een echte Twentse. Ja, gewoon uit Hengelveld zelf. Dus dat gaat prima. Laten we zo zeggen. En toen kreeg ik ook een nieuwe vriendin. En dat is het altijd het eerste wat ze zeggen. Van ja, je hebt natuurlijk al meerdere meiden gehad. Heb jij ongetwijfeld ook gehad, hè? Zo'n charmante man uit Twente. En dan zegt ze altijd tegen mij. Ja, dan moet je wel even naar de dokter een SOA-testje doen. Nou, dat heb ik dus onlangs gedaan. 2 tabletjes en ik kan weer door. Is die van jou ook zo? Nee, maar daar doe ik ook niet aan. Dus laat het maar zo houden. Is niet nodig. Je bent nog geen maagd. Nee, maar die SOA-test is niet nodig. Oké, even die hond moet uit, toch? Ja, die moet uit. Ik red je even uit dit onderwerp. Ja, heel goed. Maar hoe is jouw contact dan hier met de buurt? Ook regelmatig? Kennen wel mensen over de vloer, zeg maar? Ja, ik moet zeggen, ik ken de buurt ken ik eigenlijk door de hond. Dus dat is wel leuk. En dan kom je ook een keer buiten. En nog ploeggenoten die regelmatig langskomen? Of? Ja, we hadden wel. Ik had met Jesper en met Tom van Weert, Jesper Drost. En Tom van Weert, daar ging veel mee om. Ja, die zijn vertrokken? Ja, die zijn helaas weg. En daar heb ik wel regelmatig vaak potje Mario Kart. Misschien wil je een oproepje doen voor nieuwe vrienden in Groningen? Ja, ik heb echt weinig vrienden in Groningen. Dus, nee. Richt je even tot de mensen daar? Nee. Ja, weet je, ik moet eerlijk zeggen, mijn echte vrienden die heb ik nog steeds van vroeger uit, van de basisschool. En die komen ook mij uit doop. En, ja, weet je, dat zijn... Die zijn nu allemaal boer? Nee, dat niet. Ik heb ook een buitenlandse vriend. Heb je al een buitenlandse boer gezien? Uit Libanon? Een boer uit Libanon? Überhaupt buitenlanders in Hengelveld. Ja, ook dat nog. Dus die mensen worden heel goed opgepakt. En
Door de politie? Ik wist dat hij kwam. Nee. Oh. Nu ben je aan de beurt. Ja, hier vorm. Rijk, hè? Nee. En nu dan? Nee, dan bewaar ik dat en dan ik dat vanavond op. Ja. Nee, en gewoon netje in de prullenbak. Zoals het hoort, hè? Ja, maar wij laten de scheid gewoon altijd stiekem op straat liggen. Dat doe jij ook, maar nu wij erbij zijn, ruim je het even op. Jij wegscheid? Letterlijk, ja. Hey, zitten. Goh, wat luisteren doet die hond, hè? Goed, zitten. Hey. Nou, dit is weer heel fout. Shadow. Als aanvoerder zijn, dan zou je denken dat mensen en dieren goed naar jou luisteren. Blijf. Ja, dat zou je wel denken, maar... Goed zo, kom. Hij moet altijd even... Hij mag de straat niet zomaar oversteken van mij. Ja, Mike. Hond heeft gepoept. Ja, gelukkig wel. Geplast. Ook nog. Ik zag niet veel bij je in huis, maar wel een PlayStation. Wat speel je? FIFA, Call of Duty. Ik heb een paar keer Fortnite gedaan, maar dat vond ik niet zo'n succes. Nee, ik ben ook direct doorgeschoten, meegestopt. Ja, ik ook niet. Ik word ook altijd erg angstig van die schietspelletjes, hè? Ja, dat moet je maar niet aan denken. Maar goed, FIFA, topspel, kunnen we een potje doen? Ja, dat kunnen we doen, ja. Je bent goed, hè? Valt me. Je bent overtuigd van een overwinning? Valt me. Ja, ik ben benieuwd hoe jouw FIFA-skills zijn. Gaan we achterkomen. Okay, waar gaan we mee spelen? Jij hoort eigenlijk met Groningen te spelen. Ja. Wie ga jij zijn dan? Neem ik mijn clubje. Neem ik Willem 2. Oké. Ja? Ja, kijk, ploegen hebben ongeveer evenveel punten. Ze hebben dit seizoen al één keer tegen elkaar gespeeld. Vertel jij eens over die wedstrijd? Nee, gelukkig hebben ze toen één keer op goal geschoten. Ja, die ging erin, hè? Gadverdamme. Ja, dat was een mooie punt. Gadverdamme. Jongen. Gadverdamme, zeg. Gadverdamme, weer balverlies. Tweede helft sloot ik wel. Ja? De hond nog even een kusje. Ja. En weg is die. God. Jongen. Die kutbal daarna, man. Jongen, ja, de zak apen op je rug, man. Is die trage deen weer, hè? Gadverdamme. Dat is wel realistisch nagemaakt. Squad bij jullie ook nooit. Jawel, hebben één keer squad. Oh, dat is netjes van de spits. Denk je, jongen, zak. Oh. Mai. Je dacht dat ik naar binnen zou kappen, hè? 10 minuten voor tijd. Ik kan wel even de herhaling kijken hoor, Dennis. Heerlijke actie. Maatje kwaliteit. Het is helemaal kut. Onverdiend. Maar, Dankjewel. Gefeliciteerd, dankjewel. Gefeliciteerd. Ik moet nog even een boodschapje doen, denk ik. En dan kan dan nog even een broodje eten, als je dat wil. Mooie Groningen. Ja, laten we het doen. Gaan we met de auto of... Ja, laat dat maar doen, hè. Ik dacht dat de aanvoerder van Groningen had met de trein doen. Met de trein? Nee, laten we dat maar niet meer doen. Een leuke grap, hè? Ja, dat is zo van nagedacht. Ik ben blij dat je erom kunt lachen. Zeg maar, had je nog meegekregen wat Sjaak's vader over je zei? Ja, ook nog, ja. Ja, wat had hij gezegd? Dat ik geen waardige aanvoerder zal zijn van Groningen of zo. Ja, een slechte verdediger. Ja, maar ik denk... Wat doet je dat dan als de grote Sjaak Zwart dat zegt? Ik weet dat hij heel veel onzin loopt. Dus weet je, ik vind het al slecht dat mensen hem een podium geven om zulke onzin te verkopen. Maar, geen podium meer van Sjaak Zwart? Nee, maar dat is wel dat is met die met de graafschap, dat de graafschap degradeert. Ja. Die jongens doen gewoon hun job. Ja, weet je, kijk, maar wat moet ik daarmee? Kijk, respect voor Sjaak Zwart, hoe die is en wat hij gepresteerd heeft. Maar... Ik vind als ik thuis niet meer ben, mag ik dat ook zeggen. Zeker. En iets anders. Hè? We komen allebei uit Twente. Nu heb ik... Twente heeft toch ook op de meeste mensen een bepaalde muzieksmaak. Ik heb even wat klaargezet. Ik denk, dat wil Mike ook mooi vinden. Ben je klaar voor? Ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Kan hij ook iets harder? Ja, zeker. Dat is lekker, hè? Ja. Ik moet zeggen, ik denk dat je hier mijn vader ook wel blij mee maakt. Vind je dit ook een beetje... Dit luister jij ook niet meer aan. Nee. Ik moet zeggen, heel veel mensen bij het doop. Of in de omgeving luister dit wel eens, maar... Ja? Nee, dit is niks van mij. Wat voel je ook niet aan... Ik heb het ook wel eens gehoord. En ik kan niet zeggen, maar ik zou dit zelf nooit afzetten. Op een mooie overwinning in de Euroborg. Ja, zie je het al voor je? Ja. Nee, ik niet. Een overwinning in de Euroborg. Nee, dat klopt.
Laatst twee gewonnen, man. Dat klopt nee, niet. Ja, jullie gaan lekker. Jullie gaan lekker. Bakkerij Toos en Jet. Ja, zullen we dat doen? Met een gebakje of zo? Prima. Dat mag wel, toch? Mag jij een gebakje? Natuurlijk mag ik een gebakje. Dan gaan we gebakje. Ja, maar ik geniet van het gebakje. Ja, dank je. Hoe vaak als voetballer dit mag. Soms moet kunnen, toch? Ja. Als je met gasten op pad bent, dan moet dat een keer kunnen, toch? Of niet? Precies, precies. Nou, eet smakelijk. Vind ik wel. Dank je wel. Jij ook. Zeg maar, wat ik me wel afvraag, hè, Mark. Eet rustig. Heb je Heracles gehad? En dan nou, Groningen. Mm-hmm. Wat zijn de ambities? Nou, ik heb altijd gezegd dat ik nog graag in het buitenland wil spelen. Qatar of zo, geld harder. Ja, als dat komt. Nee, maar voor mij de mooiste competitie voor mij Engeland en Duitsland. Wat voor club praat, weet je, dat maakt niet zoveel uit, maar dat zijn ook aansprekende competities. Wat is het hoogste niveau Engeland, Duitsland? Zie je zelf wel nog een keer voetballen? Nou, dat weet ik nooit. Bedankt voor vandaag. Jij ook bedankt. Zullen we nog even zwaaien naar de kijkers? Ja. Hey Mike. Rustig aan, jongen.